Yo gasten, tijd voor wat andere Call of Duty instellingen zijn ook weer anders op dit spel volgens mij. Ja, tijd voor een nieuwe Call of Duty. Een nieuwe Call of Duty, de Black Ops 2 Nuketown. Ik wil wel ten eerste zeggen, als we zo lekker gaan dat deze aflevering te lang wordt, plak ik hem niet achter de World at War aflevering. Dus als je hem online ziet als tweede post, dan is hij dus niet online gekomen als zijnde één aflevering. En dat is Quick Revive. En die kwam uit dat ding daar zo. Ja, ik speel natuurlijk alles op max. Gewoon om te kijken hoe dat gaat. En we runnen wel goed. Ja, gooi een granaat. Werkt ook. Dat hij dood ging was eigenlijk een grapje. Want die granaat landde hier zo. En hij liep hier. En the fuck. Hoppa, 1400 punten. Zo kun je de meeste punten halen volgens mij in de ronde. Dan heb je ook nog de Mop of the Dead. Maar wat ik vervelend vind aan Mop of the Dead is de fucking baas die op een gegeven moment heeft. Ik had één keer gespeeld, toen had ik een death machine. En toen kon ik hem neerschieten, maar op het moment dat die me weer respawnde, moest ik mijn death machine reloaden. En dat was zo fucking kut. Ik kon dus mijn death machine niet reloaden. Dus ik moest hem met mijn handgun neerschieten. Dat kostte me 7 magazijnen. Ik had 2 keer een max ammo. En ja, het is gewoon pure but als het je gebeurt. 1, 2, 3, 4. Ik vind dat geluid zo lekker. Lijkt net op een rotje. Roy is in Oostenrijk momenteel. Dus ik kan niet met hem gaan opnemen of wat dan ook. Of hij niet met mij. En daarom maak ik nu even veel video's. Kut Patrick. Dat was mijn broer. Die even door de video kwam. Het geluid klinkt wel lekker hier door mijn nieuwe oortjes. Om het zo te zeggen. Even kijken hoor. 750 en dan hebben we 1000. Dus dan 1750. Maar dan hebben we volgens mij nog niet genoeg 1750. Nee, daar hebben we nog een paar points nodig. Sakkeleg himla. Himla he. Ik heb 1 keer 5 rondes serieus geoverleefd met een handgun. 5 fucking rondes. Vraag me niet af hoe ik het deed, maar het lukte gewoon. Waarom ben ik deze map eigenlijk kiezen? Dus omdat ik in deze map een heel makkelijke rape train kan maken. Hier heel makkelijk snel punten kan gaan verdienen. Zie je? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, thanks. Oh, echt waar, thanks. Ja, jullie horen het geklik van mijn muis. Ik moet echt een nieuwe muis halen. Instakill! Oh, instakill. Het geluid klinkt wel lekker door mijn oortjes heen, zeg maar. Fuck. Kan ik 2 keer boksen? Ik kan wel 2 keer boksen, denk ik. Ja, ik kan 2 keer boksen. Box 1. We gaan een challenge doen. Ik mag 4 keer boksen deze dag. Oké, ik mag 2 keer boksen deze aflevering. Of 4 keer boksen. Ik mag... Bru.
niet gezien waar dat ding is geland. Double points! Ik mag 4 keer boksen, daarmee. Ik hoop natuurlijk zo lang vol te houden dat ik op een gegeven moment Mule Kick kan gaan kopen. Even kijken hoor, is hier buiten een ding gespawnd? Volgens mij niet. En als er Pack a Punch staat, ben ik zo fucking blij. Dan ga ik gewoon zo insane hard. Nee, staat hij daar binnen? Dat kan ik dus net gewoon niet zien. Hè. Ja, binnenkort, jullie hebben mijn setup gezien, hij is inmiddels helemaal afgebouwd. Ik heb, zoals ik al heb verteld waarschijnlijk, heb ik een nieuw toetsenbord, een draadloos toetsenbord. En ik heb een nieuwe muis gekocht voor mijn laptop met tweede beeldscherm. Dat laptop... Er zweeft hier een hal. Niet hier. Dus of hij kwam hier. Dus zeg maar sta in de tuin. Volgens mij kwam die hierboven ook niet. Holy shit, echt waar, holy shit. Kijk, in deze Call of Duty is het probleem dat ik hier best wel goed in ben. En ja, mensen kunnen gaan zeiken dat ik nieuwe games moet gaan doen en zo. Maar YouTube leerde me altijd van, je moet gaan doen wat je leuk vindt. En ik vind dit dus leuk om te doen, en daarom doe ik het ook. Weet je, ik ga geen gameplay maken, doe jullie verzoeken en vind ik het spel leuk. Oké, dan ga ik het doen. Maar mensen, ik ga niet een hype meedoen dat ik bijvoorbeeld in één keer alleen maar CSGO ga spelen of... Wat dan ook, want ik vind CSGO echt letterlijk helemaal niks aan. Ik ben geen hater ofzo hoor, maar ik vind dat spel echt gewoon puur, ja, geen poep. Maar ik vind het zelf, ik zal het zelf niet kopen, zeg maar. Dat is gewoon mijn mening over CSGO. En iedereen speelt CSGO, ik speelde het vroeger ook hoor. Maar ik speelde het gewoon toen het nog, nou ja, nog net gratis was. En nu speel ik geen CSGO meer, omdat ik het gewoon, ja... Ik heb het nog steeds trouwens om te vertellen, maar ik vind dat echt helemaal geen leuk spel om te spelen. Oh, Double Tap is erbij gekomen. Die is niet leuk. Ik wacht gewoon op Mule Kick. Ik kan zo wel even... Ik ben er net achter gekomen volgens mij dat er maar 4 perks binnen spannen. Maar waarom dan 1, 2, 3, 4, 5? Dat kan niet, want dus dat betekent dat ze volgens mij kunnen perken cola of... andere perks ook spannen, maar dat weet ik niet zeker, want ik ben nog nooit zo ver gekomen. Maar hier kan ook weer een perk spannen en daar kan een perk spannen en volgens nee, hier kan een mystery box spannen, maar 1200 kost deze deppers. Kut is, ik mag maar 4 keer boxen. Morgen gaan we waarschijnlijk gewoon Mob of the Dead spelen. Ja, morgen gaan we Mob of the Dead spelen. Waarom ga ik spelen? Dan zet ik gewoon dat monster echt uit. Sorry. Noem me maar een pussy. Maar dan zet ik dat monster uit en gaan we kijken welke perks er allemaal verstopt zitten. In... hoe heet die? In...
instakill double points zijn echt insane samen. Deze deur gaat nu open. En even kijken, kan ik hier ook weer een perk spannen? Nee, dan. Nee, dit was tijdverspilling, maar. Zeg. Maakt het ook niet heel erg op. Hier kan wel een perk spawnen, hier zo. En dit is echt een MBS6. Die heb ik een keer gekocht, volgens mij. Ja. Was ik wel een open, maar zo. Ja, we mogen 4 keer boxen nogmaals. Dat vind ik echt best wel. Ja, een vriend van mij zei die challenge tegen mij: van joh, ga een keer challenge doen en dan 4 keer boxen. Ik heb ook een keer een sniper challenge gehad, die is ook gelukt. Dus waarom de 4 keer boxen? En aangezien ik gelijk de perfecte combinatie kreeg, dacht ik van, ah, het gaat wel lukken. Maar aan de andere kant dacht ik, bitch. Maar dat terzijde, moet ik heel even mijn ding aanklikken. We zijn al gewoon 15 minuten bezig met deze record. Double points! Double points. Ja, ja, kom maar, kom maar. Come to jail! Max ammo! Echt, ik zweer. We gaan een keer een livestream doen. Ja, dan bedoel ik Lars, ik en Roy. En dan gaan we met z'n drieën deze map spelen. Kaboom! Plus 800. Geen enkele zombie, hè? Dan gaan we landpartyen. En dan gaan we deze game spelen. En dan gaan we zo vaak spelen totdat we ronde 60 bereikt hebben. Na ronde 50. Dat is ons doel dan. Waarschijnlijk moet ik Lars of Roy weer 40 of 50 keer reviven. Roy is echt in het spel. Keep there and stay there. Ik moet echt Semtex hebben. Maar. Deze is ook grappig, man. Wanneer krijg ik die fucking pack-up-punch? Oké, hoeveel staat het counter? Op 73. Ja, ik krijg nu een perk. Oh, Juggernaut. Oh, thank god. Echt waar, thank god. Fucking Juggernaut. Oh, dit is de Fallout shelf. Waarom kan dat ding niet open? Ik heb nog wel een heel leuk momentje eigenlijk. Ik ging op World at War, had ik ook op een gegeven moment de Raygun en de Wunderwaffen. Dat zijn dus zeg maar de twee sterkste wapens. En ik ging zo vroep noscopen zo. Of ja, we waren met de honden bezig en ik had de glitch uitgevonden. Dus we gingen zo, ja, een beetje kloten. Oh, weer een max ammo. Chill.
Max ammo! Ik heb mijn hammer nog niet eens gebruikt, want ik kan de ik heb reken. Dus je kunt zeg maar de Python vergelijken met de reken, alleen de Python is gewoon ook steeds one kill tot ronde 12 en reken volgens mij tot 14 ofzo. Daarna moet je vanaf ronde 30 moet je, weet ik zeker dat je twee keer moet schieten om een zombie dood te krijgen met reken. Holy shit, we zijn gewoon 18 minuten bezig, dames en heren. 18 minuten. Deze aflevering wordt 20 minuten en daarna gaan we kijken of we weer 20 minuten redden. Enzovoort, enzovoort. Als deze aflevering inmiddels, dus over 2 minuten sluit ik deze aflevering af. En dan gaan we dus naar morgen met de volgende. Dan kan ik dus morgen geen nieuwe gameplay doen. Komt deze gewoon morgen online. Hebben we er ook geen problemen mee. Ik vind het eigenlijk best wel leuk dat ik even weer Call of Duty Zombies kan doen, want ik speelde echt de afgelopen tijd alleen maar Minecraft en Alien Rage. Waarom Minecraft? Omdat we nog steeds bezig zijn met het project wat ik had gezegd, Fallen. Het is wel een beetje gaar op ons heen, maar het is ook wel weer leuk om te doen. Want ik heb een goede crew, serieuze mensen. Ja. That looks like a kill, but I don't know. Ik voel me een soort van onoverwinnelijk, weet je. Ik ben echt blij dat Juggernaut is gekomen. Ik dacht bijna dat ik in de klas niet moest spelen. Hoeveel kills hebben we? Oh, hoeveel kills hebben we? 171. Fuck jullie. Double points! Wacht, als ik nu een zombie knife, betekent dat ik hem 9 keer moet knijven. Dat wil ik proberen. Ja, gooi ik een granaat. 1, 2, 3. Good bad. 4, 5, 6, 7. Oh, 7 keer. Deze is wel geniaal, de sledgehammer. Of de hammer, ik heb nog geen sledgehammer. Instakill! Instakill. Dus wat? Instakill. Wacht hoor. Instakill. Trouwens, volg mij allemaal op Insta. Natuurlijk, wat is het? GG Gaming? Nee, @GreatGaming volgens mij. Ja, @GreatGaming. Volg het kanaal gewoon. Daar posten wij foto's van hoe wij te werk gaan. Als wij een dag weg gaan met z'n allen, dan posten we daar ook foto's op. Het is gewoon een fanpage trouwens, maar... Ja, maar gast, ik ga deze aflevering afsluiten en ik hoop dat ik jullie morgen weer zie bij de volgende aflevering. Mocht het gewoon noob zijn, dan haal ik nog maar 2 minuten. Kaboom. Dan zullen jullie het zien, maar tot morgen!